Ja, samen meer kansen is eigenlijk ons jaarthema. Uh, vanuit de gedachte dat we een groot ondernemersnetwerk hebben van zo'n 250 bedrijven in Amstelveen en omstreken. En samen meer kansen gun elkaar de business. Uh, samen meer kansen in het kader van kennisdeling binnen ons netwerk. Uh, en elkaar stimuleren, motiveren uh, voor ondernemerschap in Amstelveen. Ja, wat uh, het idee eigenlijk was, uh, is dat wij meer betrokken wilden zijn bij het SAI-project dit jaar. En dat is omdat starters sowieso voor ons uh, wel interessant zijn. En wij ook een interessant netwerk aan hun bieden. Met ervaren ondernemers. Dus we hebben gezegd: Nou, wij, ga, wij gaan uh, het SAI uh, de uitnodiging uitzetten. voor onze eigen ondernemers die een startend bedrijf hebben of, of ZZP'er zijn. En daarnaast bieden wij de meer ervaren ondernemers die lid zijn van onze vereniging. Een kans om workshops of masterclasses te organiseren en op die manier een kennis te delen met uh, de, de start-ups die deelnemen aan zij. Zijn er nog bepaalde, zijn er nog bepaalde eisen waaraan uh, de starter-ondernemers moeten voldoen om een kans te krijgen voor dit? Ja, in principe uh, uh, moeten ze sowieso niet langer dan drie jaar een onderneming hebben, dus echt een starter zijn. Uh, en zij moeten ook echt een goed businessplan hebben. Ze worden door Centine Grunberg, die de trekker is van dit geheel, worden ze echt uh, geselecteerd. Wat is het belangrijkste voor nieuwe ondernemers om te leren? Ja, sowieso uh, het netwerken. Hoe netwerk je en ook vooral hoe netwerk je effectief. Uh, tijdens het site-traject komen ze ook in aanmerking met een aantal netwerken... En leren ze ook om, om daar echt effectief in te gaan zoeken. Van wat is nou voor mij interessant en waar kan ik echt wat mee en, en wat, hoe haal ik daar business uit? Dus ze worden ook gecoacht op salesgebied. Uh, ze moeten ook echt in de drie maanden dat ze meedoen aan dat zijtraject echt aan bepaalde doelen of bepaalde doelen bereiken. Uh, en daar worden ze echt uh, effectief in gecoacht.